Het vertrouwen in politici is geërodeerd of verdwenen. Dit zegt Jim Hock, voorzitter van de Progressieve Arbeiders- en Landbouwersunie, PALU, gisteravond in Bunjari. Politici hebben in plaats van eenheid verdeeldheid gebracht onder het volk, zegt Hock. Hij sprak tijdens een feestvergadering ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de PALU. Volgens Hock hebben Surinamers geen vertrouwen meer in eigen politici. Het beeld dat veel Surinamers hebben van de Surinaamse politiek is er een van corruptie, het dienen van eigen belangen, groepsbelangen, stellen van verkeerde prioriteiten. Ik kwam laatst een jonge man tegen, hoe oud kan hij zijn, 35, misschien nog niet eens. En hij zegt tegen mij, ik weet niet of ik mijn zoon in dit land het net een zoon gaat, zijn vrouw had net een zoon gehad. Ik weet niet of ik mijn zoon in Suriname moet laten opgroeien. Als ik de kans heb, minum tjaraboyga buitenland. Veel Surinamers geloven eigenlijk vandaag de dag niet meer dat het mogelijk is om een samenleving op te bouwen voor ons, voor Surinamers. Het vertrouwen dat we in de politici hebben gesteld is echt geërodeerd. Hawaii. De PALU-voorzitter vindt het onacceptabel dat politici het vertrouwen van het volk hebben geschaad. In zijn toespraak heeft Hock ook stilgestaan bij de huidige politieke situatie in het land. Zowel de regering als de oppositie heeft het moeten ontgelden. Wanneer we kijken naar de situatie van vandaag, de huidige regering, die straalt natuurlijk ook niet uit wat je zou zeggen van duidelijkheid. Nee. In de huidige situatie is het ook veel meer aftasten. Faremai Takasani, trial and error. We zoeken go if I look at the if I no look we pure we pot baga. En daartegenover hebben we een oppositie wiens enige doel lijkt te zijn om de regering naar huis te sturen. Maar wanneer de regering naar huis is, ze kunnen ons maar geen beeld geven wat er dan gaat gebeuren. Er is een spanning in het land. Er is er zijn tegenstellingen in het land. Er is broeia in het land. En eigenlijk, if you argue the man, dat bijna zou je zeggen, iedereen heeft gelijk. Maar hoe kan dat? Je kan toch niet allemaal gelijk hebben? Om het land uit de situatie waarin het verkeert te halen, moet volgens de voorzitter van de PALU de onafhankelijkheid als uitgangspunt worden genomen. Hij sprak gisteren tijdens de viering van het 40-jarig bestaan van de PALU in het partijcentrum Bunjari aan de Kafilidi-straat.